Hoeveel krijgen jullie per aflevering eigenlijk? Per aflevering? Mm-hmm. Betaald bedoel je? Ja. 700.000 euro. Mm-hmm. Wauw, Achmed. Waar het gewoon niet cool was om Jan Smit leuk te vinden. En actie. Zo, hoe was je proefritje? Ja, er is moeilijk wat van te zeggen na zo'n korte afstand. Maar het trekt lekker pittig op of die betrouwbaar is. Nou ja, je moet hem een beetje de tijd geven. Ik neem eigenlijk helemaal niks aan van vreemde mannen. Oh, maar dat is ook niet de bedoeling dat je meteen... Nee, natuurlijk niet. Oh, trouwens, even het onbeleefd van me. Mijn naam is Ludo. Ludo Sanders. Wie anders? Janine Elschot. Maar dat is jou. Moet je zeggen, gestopt. Gestopt. Okay. Maar jullie weten... Staat hij erop? Ja. Ook voor altijd in mijn geheugen. Want ik was Goede Tijden fan. En voor mij is dit echt een... Dit is voor mij echt prachtig. Wat we net zagen is de allereerste scène tussen Janine Elschot... En Ludo Sanders. Ja, hoe heet hij ook alweer? Wie anders? Ik moet heel erg switchen tussen jullie vier namen. Dat is het eerste moment waarop jullie in de serie met elkaar te maken krijgen. En ik vond het zo mooi, ook omdat er een auto beschreven wordt. En we zitten ook in een auto. Yeah. En het mooie van die scène is dat je nog kan denken van... Ik laat me niet in met deze man. Dit is het moment waarop ik de keuze kan maken... om voor eeuwig of voor hem gevrijwaard te blijven of met hem op te trekken. 3 keer te trouwen, beschoten worden, vernederd worden en weer betoverd worden. Ja. Dat vond ik prachtig. Ja. Waarom doe je dat nog steeds? En al die scènes hadden we gemist als ik toen had besloten, zak er maar in met je auto. Ja. Ja. Je vraagt waarom we dat nog steeds doen. Ja. Ja, dat is toch iets wat bij... Wat ontstaan is gewoon. Ja. Het is niet iets wat ik me in elk geval van tevoren heb voorgenomen. Het is ontstaan überhaupt om bij Goede Tijden, Slechte Tijden te komen. Omdat ik komend van de toneelschool vooral op toneel stond altijd. Ja. En op de toneelschool in ieder geval in die tijd geen camera-acteerskills meekreeg. En ik was eigenlijk wel bang voor camera eigenlijk. Waarom? Nou, dat stuk glas dat op je gericht staat, daar voelde ik me verschrikkelijk naakt. Terwijl, staand op een toneel met publiek voor me, had ik die sensatie niet. Ga je trouwens over de A2 of over de A9 en de A1? Ik ga over de A2. Oké. Okay. Oh, zijn jullie in controle? Nee, maar dit is... Ik sta hier ook wel eens verkeerd en dan hang je, omdat dit zo... Nee, dat komt goed. Is het ooit gebeurd... Dat door de verhaling van je personage, die een bepaald succes ervaart op romantisch gebied, op zakelijk gebied, dat kan compenseren voor kleine tegenslagen in je eigen leven. Met andere woorden, dat je een week... Zeg het nog eens. Nou, stel je voor, je hebt een slechte week, ja? Maar je denkt van, maar Janine gaat iets vets doen. Nee? Nee. Waarom lach je? Is er nooit een acting geweest? Dat die werelden strikt gescheiden zijn. Zodra ik van de set kom en mijn kloffie uittrek, dan is wat ik daar heb gedaan, het verhaal van Meerdijk spelen in de rol van Ludo, dat is helemaal klaar. En daar gaat niks van mee naar huis. Ja, dat heb je al vaak gezegd in interviews, maar toch, toch wil ik dat gewoon niet geloven. Omdat je zo erg verbonden bent met je personage. Ja, moet je naar een dokter hoor, moet je echt naar een dokter. Dat moet je echt voor jezelf blijven scheiden. Je moet daar niet dermate in gaan geloven dat je je ermee vereenzelvigt dat het je eigen leven overneemt. Nou, het zegt wel heel veel dat heel veel mensen eigenlijk hierover beginnen. En de meest vergelegen exponent daarvan is de vraag of wij elkaar thuis soms ook per ongeluk Ludo en Janine noemen. Ja, maar dat vind ik een kneuterige vraag. Ja. Ik bedoel echt meer, ja. Er zijn toch vast probleemstellingen in je leven waar je denkt, ik speel bijna dagelijks een personage. Ja. Hoe zou die persoon... dat oplossen. Misschien is het niet bewust denkt, maar toch denkt, misschien denkt voor twee. Nou, het is het grote verschil, denk ik, dat als je er als kijker naar kijkt, dan
beleef je dat mee, dan zie je het als echt, mm-hmm. voor een groot deel. Mm-hmm. Maar als persoon, ik, Caroline, op de set, sta tegenover een hele batterij, een camera met hengelaars, dingen. Dus je kan bijna niet mee in die fictie, want nee. je bent zo erg aan het spelen, aan het werk. Hey, toen jullie begonnen in een tijd die veel langzamer was dan nu. Dan heb ik het over sociale media, blablabla. Jullie hebben in het laatste decennium natuurlijk veel collega's, jonge collega's gezien, waarvoor goede tijden een soort springplank was. Voor ons ook hoor, eigenlijk. Voor jullie ook, absoluut. Ja. Maar misschien in een minder tempo. Jullie natuurlijk ook. Nou, daar doen we er wel heel lang over. Ja. Nee, maar toch, ik bedoel, de weg om een ster te worden, even ongeacht de levensduur van die ster, is veel korter geworden. Kijken jullie wel eens met jaloezie op? Zo'n collega's die dan komen, 2 jaar spelen en dan... Nee, ik bekijk het vanuit het vak. Als het je ambitie is om een ster te worden, ongeacht wat je doet, dat heeft niks heeft geen raakvlakken met mijn werk. Nee. Ik doe mijn werk omdat ik acteren fijn vind en daarvoor geschoold ben. En ik het effect van het werken, in dit geval bij goede tijden, mocht je van alles noemen, bekend, geliefd, verguisd of ster. Dat is bijzaak. Daar is het niet om te doen. Dus het hangt maar vanaf wat je focus is. Ik ben niet jaloers op degene die om een ster te worden goede tijden misbruiken om als springplank. Is het verslavend? Het werken bij goede tijden? Het spelen? De bekendheid en de impact die je hebt vergaard door het zo langer spelen. Bekendheid is niet. De impact dan? Ik ben opgegroeid met jullie. Dat weet ik pas als ik stop, denk ik. Ben je daar soms nieuwsgierig naar? Nou, ik zou wel eens... Kijk, als je zo lang bij één serie zit... Nederland is ook een heel klein land. Mm-hmm. En we hebben wel eens met mensen gesproken in Amerika bijvoorbeeld... die dan dat vertalen naar hun situatie. Als je in Amerika doet wat wij doen, al 20 jaar... dan hoef je nooit meer te werken, dat is ten eerste. En ten tweede gaan er veel meer deuren open... terwijl in Nederland er meer deuren dicht gaan... Dat heeft waarschijnlijk te maken omdat het publiek kleiner is. Als je 10 jaar lang bezig bent om eindelijk je film te maken, kan ik me als filmmaker voorstellen dat je dan niet iemand neemt die al 20 jaar lang elke avond op de televisie is. Bouw je daarvan? Nou, ik vind dat jammer dat niet één wereld is. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja, want een klein land is natuurlijk... Er wordt natuurlijk wel nog steeds inderdaad op de een of andere manier neergekeken op een serie als Goeie Tijden. Dat is een soort afgesplitst gedeelte van Nederland. Ja. En alles wat vindt dat het de goede smaak vertegenwoordigt, die zullen daar gillend van wegrollen. En dat is, dat vind ik eigenlijk een beetje gek, zo langzamerhand. Als je ziet dat die serie over een jaar 30 jaar bestaat, dan zal het toch wel iets zijn wat maakt dat het dat verdient. Trouwens, ik kan het nu niet doen, want we rijden... Oh. Moet ik iets voor je pakken? Ja. Wacht. Heb je een nummertje? Ik heb een nummertje. Ga je huilen dan? Jullie gaan. Ga jij nou de nummers voor je begrafenis aan ons laten horen? Nee. Dat mag hoor. Oh god, ja. Ja! Ja. Prachtig. Ja, alleen dit al. Dat is wel... Ja, prachtig. Zet hem maar uit. Jij gaat huilen. Wel. Dit is... Prachtig. Er zijn meerdere scènes tussen Lu en Janine waarin de tango wordt gemaakt. Ja. Wie heeft dat bedacht? Samen. Ja, samen. Ja, dat was... Ik herinner me, moet je me correct me if I'm wrong, maar volgens mij was er op een gegeven moment geschreven dat we ergens zouden dansen. Ik weet niet, was het in Israël al? De eerste keer dat ze samen... Daarvoor al. Er stond in het script dans. Maar volgens mij mochten we dat zelf aangeven. Ja, hebben jullie suggesties? Dat is natuurlijk leuk van een serie als Goeie Tijden. Juist omdat dat steeds weer doorgaat. En dat je dat met elkaar vormgeeft. En dat zijn dus niet alleen de schrijvers en de regisseurs en de acteurs. Maar zelfs ook mensen van licht en geluid in de kamer. Die komen soms ook met de suggesties. Hartstikke leuk. Het is wel te prachtig, hè, dit. Ja, het is toch zoiets moois. Maar dus dat is zo'n voorbeeld, omdat dat dan ineens
ontstaat. En toen hebben we ook, wij konden helemaal niet, wij wisten niks van tango dansen. Dus we hebben les gekregen, nota bene, van degene die nu onze hoofdschrijfster is. Oh! Dus het is allemaal, zit allemaal heel erg in elkaar verweven. En die muziek belichaamt wel wat in mijn fantasie dat echtpaar is. Dus in het verhaal we drie keer van elkaar gescheiden en een soort elkaars Achilleshiel zijn en de tragiek van het bij elkaar willen zijn, maar het soms ook niet kunnen. Het afscheid zit verborgen in de ontmoeting. Mm. En dat is op muziek heel goed voelbaar. Maar ook het obsessieve van Ludo, dat één scène waarin die Shaniet een huwelijk vraagt. En zij wil naar bed gaan eigenlijk. En zegt van, ik wil geen ruzie met je maken, want dan slaap ik niet meer. En Ludo zegt, ik wil ook geen ruzie met jou maken, ik wil iets vragen. Wil je mijn vrouw worden? En ik dacht later ook, in mijn leven heb ik ook wel impulsieve dingen gedaan als zeg maar zo'n crisis was. Ik had met mijn vrouw ruzie gehad, we kenden elkaar pas net. Ik ging naar Amerika voor werk en toen heb ik haar naam in mijn nek laten zetten. En toen dacht ik van, het ook, ik wil niet zeggen dat ik aan de andere kant geconditioneerd ben door Ludo, maar het is wel een soort van wat je heel erg erkent. Weet je, het is soort, hè? Want dat kun je niet meer uitleggen. Ja, nee, dan kan je gewoon een streep bij zetten. Nou zeg! Nee. Ga verder. Nou, het impulsieve, dat vond ik altijd te gek aan. Hoeveel krijgen jullie per aflevering eigenlijk? Per aflevering? Mm-hmm. Betaald bedoel je? 20.000 schuld. 700.000 euro. Wel. Nee, dat wordt, daar draaien 5 per week, dus niet meer uit elkaar te rafelen. Nee, maar daar mogen we ook nooit iets over zeggen. Hè? Waarom niet? Nou, het is onder de balken en de norm. Per aflevering. Is dat terecht? Nee. Ik vind dat we... maar kijk, dat is altijd in verhouding. Ik heb wel eens gehoord wat acteurs die in een soapseries in Italië spelen, verdienen. Ja. En dat is gewoon het tienvoudige van wat wij hier in Nederland verdienen. Het is gewoon navenant je bereik. Ja. In Amerika bij The Bold and the Beautiful, wat ik net zei, dat hoef je na 20 jaar spelen, hoef je echt niks meer te doen. Hoor. Dat, financieel. En dat is in Nederland gewoon niet zo. Maar wij maken een heel succesvol reisprogramma samen, daarnaast. Nou, en daar loop je op binnen, hoor. Ja, man. Ja. Hoeveel krijgt u van ons? Het is helemaal gratis. Als je belooft dat je nooit zult stoppen. Goed, maar dan bel ik je vaker, want zo'n ritje, voor niks. Ja, nee. Dankjewel. Graag gedaan. We stoppen nog niet.